Goedemorgen, middag of avond, wanneer je deze video ook kijkt. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag donderdag. Nout is naar school en ik ben alleen met Morris hier. We krijgen zo een vriendin op visite, maar ik dacht eerst nog even eten. Ik eet heel saai. Ik begin mijn dag heel saai met crackers met kipfilet en een koffie. Maar ik ga nog even snel eten voordat die vriendin hier is. En verder ga ik jullie natuurlijk meenemen in de rest van de dag. Het is inmiddels alweer 10:10. Mijn vriendin is weg. Het was hartstikke gezellig. Zij heeft ook een kleintje. Die is iets ouder dan Morris. Maar het is toch altijd schattig om die kleintjes dan samen te zien spelen. Ik ga even lunch maken voor Stef en mij. Een tosti en een heerlijke salade. Ik heb een nieuwe favoriet. Echt obsessed hiermee. Vooral de dressing is heel erg lekker. Dus ik dacht, ik ga het proces even filmen. Dan hebben jullie weer leuke inspiratie voor in je eigen keuken om klaar te gaan maken. En voor Morris maak ik uiteraard een broodje met zoetbeleg. Want dat is wat hij eet momenteel, dus prima. Yes, even tostietjes bouwen. Tosti is toch altijd een soort van safe optie, hè? Ik kan altijd echt genieten van een tosti, hoe simpel het ook is. En ik had dus van die halfvolle mayonaise gekocht. Of nee, niet echt halfvol. Vooral minder vet, 40% minder vet of zo van Remia. En echt super lekker, viel me niks niet tegen. Dus dat is wel een dikke tip. Hier ga ik even de saladedressing maken, wat deze salade dus echt het feestje maakt. Yoghurt, koriander, teentje knoflook, een beetje chili en wat limoensap. Erg fris. Je krijgt echt een frisse salade hierdoor. En verder, ja, ik had nog cherry tomaatjes in de koelkast. Wat bleekselderij, rode ui. Wat deed ik er nog meer doorheen? Oh ja, komkommer en spinazie in plaats van sla. Omdat ik te lui was om de ijsbergsla te snijden. En spinazie ook altijd helemaal prima vind. Oh ja, ik had ook nog zo'n snack paprikaatje. Die heb ik er ook nog in gedaan. Simpel, maar hierdoor geef je je maaltijd automatisch meer volume en zit je dus langer vol. En je krijgt natuurlijk vitamines binnen. Ik vind dit altijd een fijne keuze. Nou, zo lang doe ik dit natuurlijk nog niet. Maar ik vind het wel lekker om mijn maaltijden aan te vullen met een beetje salade. Nou, Noutje is inmiddels thuis van school. En die zit heel eventjes op de iPad, maar daar is hij wel. Hallo. En wat gaan wij maken, Nout? Zullen we die even uitdoen? Gekleurd zout, toch? Gekleurd zout. Ja. In een klein potje, zoals dit. Dus we dachten, dat gaan we maken, want daarvoor heb ik alles in huis. En Morris ligt op bed voor zijn middagslaap. En als hij wakker is, dan wil ik even naar de Action, want ik heb al mijn haarproducten op en zo. Dus ik moet even wat dingetjes kopen. Dus, maar goed, nu even alles klaarzetten voor de DIY. Ja, even weer een leuke activiteit op onze vrije middag. Ik merk dat ik vaker denk, oh, nou, het gaat bijna naar school. Dan heb ik veel minder tijd met hem. Dus ik wil nu nog zoveel mogelijk leuke dingen met hem doen. Heel stom, maar ik vind het ergens ook lastig loslaten. Maar goed, de potjes natuurlijk even stikken vrijmaken. Deze was heel satisfying, want die kon ik er in één keer afhalen. Ik had een potje met nog 3 jalapeno's erin. Of van die schijfjes jalapeno, zeg maar. En een potje met olijven, waar nog een paar verdwaalde olijven in zaten van een pizzarette ooit. Ik denk, die gooi ik leeg en die maak ik schoon. Scrub Daddy kwam er ook nog aan te pas, want deze sticker was een stuk lastiger te verwijderen. Ik had natuurlijk ook gewoon weer geen geduld. Dit moest snel, 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 want ik wou gezellig met hem aan de slag. Maar goed, Nout gaat dus bijna naar school. Ik had vandaag een intakegesprek met zijn juf en ik vond het eigenlijk best wel bizar om te horen hoe dat hele schoolsysteem in elkaar zit. Ja, begrijp me niet verkeerd. Het zit super goed in elkaar. Oh, kijk trouwens even deze satisfying beelden van de Scrub Daddy. Maar goed, het schoolsysteem zit super goed in elkaar. Maar meer bizar dat ik dacht, wauw, mijn kind is gewoon 4 en gaat gewoon naar school en gaat gewoon les krijgen. Ik vind het, ja, het is een proces. Iedereen die zegt, ze zijn heel snel groot. En dat is echt een van de grootste clichés. Maar het is zo waar. Dus ja, in de tussentijd, voordat hij naar school gaat, doen we allemaal leuke DIY's. Waaronder gekleurd zout. Ik heb uiteindelijk 1 bus zout gebruikt. Deze 2 bussen waren allebei nog half vol. En voedselkleurstof. En voordat je gaat commenten, dit is voedselverspilling. Ik snap het. Ik dacht het zelf ergens ook. Maar weet je, ik was op zoek naar een leuke activiteit. Dit had ik in huis. Dit kon ik met hem doen. En dan is het maar een keertje voedselverspilling. Ik ben niet van plan om dit in mijn bad te gaan gooien, omdat ik denk dat dit hele gore vlekken gaat geven. Dus dat durf ik niet aan. Het was gewoon voor de leuk en zo af en toe moet dat helemaal kunnen. Die voedselkleurstof, als je dat erbij indoet, het is belangrijk dat je lang roert. Want anders krijg je dus donkere klontjes. Je ziet het bijvoorbeeld linksonder in dat bakje nog. Lang roeren is de key, wil je dit een beetje goed
egaal gekleurd krijgen, zeg maar. Nout vond het vooral heel erg leuk om het erin te gieten. Nou, het stimuleert natuurlijk ook weer de grove en de fijne motoriek. Ja, ik weet eigenlijk niet waar dit onder valt. Maar goed, hand-oogcoördinatie, dat zal het zijn, denk ik. Maar met een heel vrolijk eindresultaat, dus dat staat hier te schitteren bij ons op de schouw. En hij was hier zelf zo trots op. Hij vond het zo leuk dat we dit gemaakt hadden. Dus dat was die bus zout helemaal waard. Nou, hier nog even wat gezellige kiekjes van twee zomers terug. Helemaal leuk staat ernaast. Het is inmiddels 2:30 en Morris is wakker van zijn middagslaap. Dus ik zet de jongens even in de auto, want we moeten naar de opvang. Want ik ben Nout zijn Nike's kwijt. Ik ben Nout zijn Nike's kwijt, want Nout kwam gisteren op zijn gele laarsje thuis van school. Dus ik denk dat die nog bij de opvang liggen. En ik wou jullie even dit nieuwe lipproduct laten zien. Dit is echt een mooie kleur. Althans, dat vind ik zelf. Het is een beetje je eigen lippenkleur, maar dan beter. Oftewel, niet te veel in your face, zeg maar. Dit is de Lasting Provocalypse van Rimmel in de kleur... Goed verhaal, fam. 400 Grin & Bear It. Kijk, aan de ene kant heb je dus gewoon een lipkleur. En aan de andere kant heb je een, ja, een normale transparante lipstick, zeg maar. Die doe je er overheen. En als je dit opdoet, ik doe dit 's ochtends voor werk, dan zit het in ieder geval tot met de lunch zit het er mooi op. Vaak als je gaat eten, dan moet je het daarna wel even bijwerken. We gaan dus even naar de action, want ik heb helemaal geen haarproducten meer. Daarom is het allemaal zo pluizig. En we moeten even wasparfum halen. En papa vroeg om een makkelijk geurtje voor in de auto. Die vindt het altijd chill. Maar ook iets te auto's. Iets te auto's? Ja. En ik heb Nout dus een speelgoedje beloofd. Maar eerst Morris uit bed halen. Ga je mee, Nout? Ga ervoor. Wie wint de wedstrijd? Is het Nout? Is het Nout? Is het Nout? Het is Nout! Yay! Hey, Marisje! Vriendje! Overal ligt natuurlijk weer wat. En als ik zeg overal ligt wat, dan bedoel ik ook overal ligt wat. Dus we gaan even opruimen. Ja, eerlijk, het is toch altijd chiller thuiskomen als het huis een beetje opgeruimd is. Nou is dat met kinderen natuurlijk altijd een lastig verhaal, want binnen no time is het weer een rommeltje, zoals nu. Maar even samen opruimen en dan gezellig op pad. Ik heb dus voor Nout alleen zijn gele laarzen. En ik vind dat dus echt verschrikkelijk. Ik weet dat heel veel moeders dat wel doen. Op regenlaarzen naar school of naar de opvang of zo. En ik snap het ook vanuit het perspectief. Anders zonder van de schoenen. Maar ik hou er niet van als ze op regenlaarzen lopen. Dus vanuit daar kies ik er vaak voor om oude schoenen te kopen op Vinted. Maar goed, die oude schoenen liggen nu bij de opvang. En zijn goede laarsjes liggen nog vanaf kerst bij mijn schoonzus. Dus dat is ook heel handig. Maar die moet ik ook echt gaan ophalen. En Morris heeft een stroopkoek te pakken. Die lag nog op tafel van vanmorgen van de visite. En als ik die nu ga afpakken, dan wordt het sowieso moord en brand. Dus die eet lekker een stroopkoek. En die heeft geen jelly, want die is vanmorgen in bad geweest. En ik ook. Jij hebt nog wel een beetje jelly, niet zoveel meer. Ik heb een buik van jou toen ik een baby was. Jij zat in mijn buik toen je een baby was, dat klopt. En toen was ik nu geboren. Toen ben je geboren, ja. En nu Morris. Wat? Nu Morris. Daarna is Morris geboren, ja, maar dat is ook alweer bijna 2 jaar geleden. En hoe is jou geboren? Mama. Ja. Mama zat in de buik van oma. Dat wist ik wel. Oh? Wie had jou dat verteld? Oma. Echt waar? Ja. Ik kijk dit nu terug en ik moet zo lachen. Dat lieve schatje altijd druk met wie is dan wiens mama en hoe zit het dan precies. Terwijl hij het allemaal al lang weet, maar hij vindt het gewoon leuk om het erover te hebben. Heel aandoenlijk. Goed, we gingen even naar de action en ik dacht ik doe een kleine shop with me. Ik zag natuurlijk weer kraaltjes. Nou, we mogen stiekem toch al wel een beetje aan de lente denken. Dat probeer ik wel. Geeft toch hoop. En dan begint het seizoen van de kraaltjes ook weer. Ik zag deze Paw Patrol schaar, dus die ging mee. Had Morris ook even wat in de handen, waardoor hij afleiding had. En ik zag dus dit superleuke
cadeautje, dacht ik. Kaarsjes in met een houdertje erbij. En dus 5 kaarsen erin. Ze hadden allemaal verschillende kleurtjes. Voor €2,50. Nou, is toch een geinig cadeautje als je een kleinigheidje zoekt. Heel erg leuk. Deze etagère. Ik wil graag een etagère. Heb ik nu nog geen plek voor. Maar misschien in de toekomst. En deze Firewall theeglazen. Ze zijn er weer, jongens. Heel aesthetically pleasing. 99 cent per glas. Geen geld, superleuk. Ik zag ook deze waspots van Omo. Die heb ik daar nog niet eerder gezien. €9,99 voor een mega grote zak. Vond ik niet duur. Ook nog deze hysterische. Maar ja, Nout vond het natuurlijk fantastisch. Badjassen. Spider-Man en Paw Patrol begon vanaf maat 98. Ik dacht leuk voor na de zwemles. Die gaat op het wensenlijstje. En deze teddy onesies voor baby's vanaf maat, of tot en met maat 80. Heel schattig. Het gevoel is de kerst net voorbij, maar er waren al hele schappen vol met paastroep. Waaronder deze, ja wat zijn het, soort bruistabletten om je eierschillen te kunnen verven. Die namen we mee. Ik vond het wel leuk gevonden van Nout. En het was ook heel erg cheap. En deze leuke stickervellen. Stickers vallen natuurlijk altijd in de smaak. En in het kader van DIY's vond ik nog dit. Dit kun je verven met je kleine en dan op het raam plakken. En als de zon er dan opvalt, krijg je allemaal mooie kleurtjes op de vloer. Dit teddypoefje, fantastisch. Ik kon de prijs niet vinden, dus durf ik je niet te zeggen. Deze kan, €3,29. Ook heel, of 99, ook heel erg gezellig en niet duur. Nou, de HK Living knock-offs, die heeft iedereen natuurlijk wel gezien. €1,19 voor zo'n mokje, allerlei kleuren. Ze hadden ook een hele leuke roze. Ja, die ga ik je nu laten zien. En blauw. Nou, heel erg gezellig. Ooit komt een nieuw servies bij mij, maar nu nog niet. Op het moment daar is, zou ik deze ovenschaal daar ook graag aan toevoegen. Vond ik ook erg mooi. Voor weinig. Wederom, alles is goedkoop natuurlijk bij Action. Dit servies vond Nout heel erg leuk, want goud. Ja, vond ik wel een leuk tipje. We zijn weer terug en dit is wat ik allemaal heb gehaald. De jongens mochten allebei een nieuwe beker uitzoeken. Nout koos natuurlijk Spider-Man met zo'n rietje en Morris ging voor Peppa Pig. Nieuwe Fabulosa, dit was de enige geur die ze hadden liggen waarvan ik dacht, die vind ik lekker. Dus Fabulosa. Kaarsje kit, lang verhaal, maar hebben we nodig. Haarspul, dit is Leave-in Conditioner. Deze kocht ik hier bij de deodorogist. Het was André Lon 2 plus 2 gratis. Nou, die zocht 2 auto's uit bij de Action. Deze en een trekker, maar die trekker sjouwt hiermee rond. Zout had ik op. Mijn onderweg naar huis, snackie. Ik dacht, deze chips is 30% minder vet. Dus die wou ik wel proberen. Erg lekker. Het is een soort, ja, meer dat gepofte, die gepofte chips, zeg maar. En een watertje. Geurtje voor Steffer in de auto. 3 keer wasparfum. De geur honey. De geur Pillow Talk. Nou, die was aan het lekken. Dus die heb ik al geroken. Is erg lekker. En deze heb ik eerder gehad. Vind ik ook erg lekker. Nou, die kwam hiermee aanzitten. Voor paas is dit. Maar hiermee kun je dus je eieren, je eierschil kleur geven. Dacht ik, nou, is best wel geinig. Dus die nemen we mee. Whiteboardstiften voor Stef. Een kaasschaaf. Want die van ons, die bladdert helemaal af. Dus een nieuwe. Nootjes, want mijn vader die eet graag nootjes. En die komen hier morgen op visite. En Baby Shark zeep, die zocht Morris uit. Die wil hij nu natuurlijk ook hebben. Binnendoeken. En deze jongens, deze waren in allemaal nieuwe geuren. Waaronder vanille en cashmere. Vond ik erg lekker ruiken, dus die heb ik meegenomen. Baking cups voor cupcakes voor Nout's verjaardag. En een Paw Patrol schaar met verschillende opzetstukken. En dan kun je dus allerlei patroontjes knippen. En dit alles was €46 aan Action producten. Lamp. Jongens, ik ben zo blij. Ik heb zo'n lampje nu op mijn camera. Dat is echt heel chill. Mocht je denken, wat hoor ik voor gepiep? Dat is mijn droger. Die is het aan het begeven, denk ik. Leuk, zo'n extra kostenpost. Maar, jongens, het is 5 uur. Ik ga koken. We hebben dit in huis, uit een kerstpakket. Nout vraagt om pannenkoeken en ik dacht, we gaan ervoor, want morgen is het vrijdag. Morgen is een zwemles, dus dan is er weinig tijd om te koken. Dus dan heb ik maar ook maar vast wat pannenkoeken voor morgen. Het is een geluksdag, denk ik maar. En voor mij en Stef ga ik fried rice maken met pittig gehakt of met gekruid gehakt. En allerlei lekkere groentes en een eitje erdoor of meerdere eitjes erdoor. En zo'n heerlijk ongezond kippie erbij. Kipsatéetje erbij. Maar goed, dit zijn van die dingen dat ligt dan al eeuwigheid in mijn vriezer en dat moet gewoon een keer op. Dus dat gaan we vandaag eten. Eerst pannenkoeken bakken. Even kijken, moet hier water of melk bij in? Water. Nou,
Ik ga aan de water bij je in doen. Het is toch altijd jammer als apparaten, als een wasmachine of droger het begeven. Het is mega kostenpost, maar zoals je ziet liet ik me niet uit het veld slaan. Ik was even druk met de pannenkoekenmix aan het shaken. En daarna was het tijd om alle groenten te snijden die door de... Ja, ik noemde dit fried rice, maar dat is het eigenlijk niet. Het is gewoon een soort... rijstgerecht. Het was erg simpel, maar erg lekker. Ik had een paar uitjes, wat paprika en wortel. En heel eerlijk gezegd, ik had er liever meer groenten doorheen gedaan. Maar ik had niet echt groenten waarvan ik dacht, nou, dat vind ik nou echt lekker er doorheen. Als ik bijvoorbeeld broccoli in huis had gehad, dan had ik dat een lekkere toevoeging gevonden. Nu liet ik het hierbij. Begin natuurlijk met een beetje olie en wat knoflook. En verder de wortel, de ui en de paprika. Ik heb hier een beetje water bij ingedaan en het deksel erop. Want ik vind het dus zelf altijd... niet zo lekker als je rijst eet en die wortel die is nog half rauw. En aangezien dat lang duurt, dacht ik, ik ga dat een beetje gaar stomen. Hier maak ik het sausje wat over het gehakt gaat, wederom met knoflook. Het was veel knoflook vandaag. Ketchup, tabasco, bruine suiker en gember en een scheutje water. En dat heb ik vervolgens over het gehakt heen gegooid toen ik dat ging rullen. Dit was echt een goede smaakmaker. Stef is dus echt mega fan van rijst. Ik word er persoonlijk niet heel erg gelukkig van. Maar ja, zo af en toe moet je de man natuurlijk ook gewoon blij maken. Dus dan maak ik rijst voor hem. En ik sta altijd wel versteld. Ik had dus een beetje overgebleven rijst. Maar ik had uiteindelijk een pan met eten waar we wederom 2 avonden van gegeten hebben. Dus budgetproof was het zeer zeker wel. Ik had er nog wat sla bij en natuurlijk die kipsaté. Hier deed ik nog wat sojasaus en we ketchup doorheen. Ja, het was gewoon smaakvol en erg lekker. Ik heb geen outro gefilmd voor deze video, maar we naderen wel het eind van deze video. Dus ik wil je weer heel erg bedanken voor het kijken en ik zie je graag volgende week weer.